Welkom luchttekens, tweelingweegschaal, waterman bij deze korte drie kaart boodschappen voor de aankomende weekend 25 tot en met 27 februari 2022. We gaan beginnen met tweeling, kijken welke boodschap er voor het aankomende weekend voor jullie uit mag komen voor de tweeling. Oeh, we hebben de dood. Scorpioen energie. Kelken 5. Een heftige energie. Dit is waterenergie, scorpioen, kreeft, vissen. En we hebben de hoge priester. Stier energie. Tweelingen, kan zijn dus dat je te maken hebt met een scorpioen, met een stier of met een waterteken. Twee grote arcane kaarten, wat wel staat dat jullie in op dit moment bezig zijn met een transformatie. Sowieso met de hoge priester, met de doodkaart. Je zit in een transformatie. En ik heb het gevoel dat het te maken heeft met loslaten, iets loslaten uit het verleden. Dit kan te maken hebben met een huwelijk, met de hoge priester. Maar dit kan ook te maken hebben inderdaad met een lange termijn relatie of een bepaalde situatie. Dit kan ook een situatie zijn die met werk te maken heeft. Op dit moment ben je inderdaad bezig met de zingeving van het leven. De hoge priester gaat om zingeving. De zingeving, traditionele waarden en normen staan voor waar jij in gelooft. Dit kan iemand zijn die heel erg spiritueel, heel erg religieus is. Dus het kan inderdaad zo zijn. Je hebt hoop, je houdt je geloof dat er iets beters wacht. Maar met die kelken 5, dit kan een energie zijn van depressie over het verleden. En daar komt een einde aan. Je stapt daaruit en je gaat weer positief richting de toekomst met de hoge priester. En ik heb echt het gevoel, in het komende weekend inderdaad kun je nog wat in je emoties zitten. Maar je bent bezig met een transformatie. Met de doodkaart en een nieuw begin. Een wedergeboorte kan dit ook zijn. Een wedergeboorte in jezelf. De kaart, de hoge priester, kan ook staan voor het huwelijk. Zoals ik zei. En toewijding. En ik heb het gevoel dat dit inderdaad toewijding naar jezelf toe is in eerste instantie met dit verhaal. Dus ja, de energie is erg op jezelf gericht, tweeling, heb ik het gevoel, voor het komende weekend. Dus dat is wat ik voor jullie heb. Dankjewel. Welkom weegschaal. We gaan kijken welke korte boodschap er voor jullie uit wil komen voor het komende weekend, 25 tot en met 27 februari 2022. Drie kaarten voor de weegschaal. Schildknaap van Staven. Kelken 9. Hele positieve, optimistische energie voor het komende weekend. Oeh, en de aas van Kelken. Er kan je een aanbod gedaan worden. Iets wat jou heel erg gelukkig maakt met deze Kelken 9. Dit is iemand die tevreden is, gelukkig is. Dit staat voor vreugde, liefde, warmte, vieren. Het vieren van iets. Tevredenheid, emotionele balans, emotionele vervulling. En we hebben die Kelken aas. Er wordt iets aangeboden vanuit het universum. Die hand reikt vanuit het universum. En dit is misschien een aanbod op het gebied van liefde. En dat gevoel heb ik zeker. Want we hebben hier de schildknaap van Staven. Het kan zijn dat je een aanbod krijgt van een vuurteken, ramleeuw, boogschutter. En het kan ook een waterteken zijn waar je mee te maken hebt. Scorpioen, kreeft, vissen. Het hoeft natuurlijk niet. Het kan ook zijn dat iemand deze karaktereigenschappen heel sterk in zijn sterrenbeeld heeft. Schildknaap van Staven. Je staat open, je bent optimistisch om een nieuw avontuur aan te gaan. Er wordt je iets aangeboden. Er kan een boodschap binnenkomen. Er wordt je iets aangereikt. Een bepaalde deur gaat open. En ja, je voelt je heel erg gelukkig, heel erg blij word je hiervan. Dus ja, dat is een hele mooie boodschap voor de aankomende weekend. Dit is iets waar je ook je creativiteit in kwijt kan. Je bent optimistisch, vrolijk, luchtig en klaar om iets nieuws aan te gaan. Je voelt je gelukkig, je voelt je tevreden. En die deur die er open gaat,
Ja, dat kan ook heel passievol zijn. Het kan komen van, zoals ik zei, een vuurteken, ramleeuw, boogschutter. Iemand die met jou vlucht het aankomende weekend met die schildknaap van staven. In ieder geval, ja, het gaat je heel gelukkig maken. Dus een hele mooie boodschap. Dat is wat ik voor jullie heb komend weekend. Waterman, welkom bij jullie korte weekendboodschap. We gaan 3 kaarten nemen en kijken wat er voor boodschap voor jullie uit mag komen voor het aankomende weekend. Waterman. Oeh, staven 9. Wow. Zwaarden 3. Oh, heftige energie. Waterman, dit is de eerste reading waarbij echt een heftige energie, zo heftig in ieder geval met de toren. Kan zijn dat je te maken hebt met een schorpioen of met een vuurteken, ram, leeuw, boogschutter. En we hebben hier tweeling, weegschaal, waterman, jullie eigen energie liggen met de zwaarde 3. Dus ik heb het gevoel dat je inderdaad in een gevoel van pijn, verdriet zit. Maar dit kan ook persoonlijke groei zijn. Op de een of andere manier wil je niet opgeven op een bepaalde situatie met de staven 9. Dit is de gewonde strijder. Dus er zijn dingen gebeurd inderdaad. Het kan zijn dat je onverwachts, dat er iets onverwachts binnenkomt het aankomende weekend met die toren. Dit kan ook al iets zijn uit het verleden. Iets wat onverwachts is gebeurd, wat je heel veel pijn heeft gekost. Heel veel pijn heeft gedaan. Maar de toren is een ingrijpen van het universum omdat iets niet verder gaat. En je blijft vasthangen met die staven 9 aan een bepaalde situatie. Je wil niet loslaten. Je houdt je nog vast aan die negende staven. Dit kan je heel veel lasten zijn die je met je meedraagt. In een connectie. Het kan zijn dat je bedrogen bent in het verleden. Of dat er inderdaad iets aan het licht gaat komen waardoor je los kan laten. En dit kan te maken hebben met een bedrog, met de zwaarden 3. In ieder geval, als er een torenmoment binnenkomt, iets onverwachts. Je hebt het gevoel dat je voeten onder je lijf uitgevaagd worden, zeg maar de wereld onder je voeten uitgeslagen wordt. Maar uiteindelijk is de toren inderdaad een ingrijpen, zodat er een verandering kan plaatsvinden ten goede. En ik heb het gevoel dat dit te maken heeft met die staven 9 vast blijven houden aan een bepaalde situatie, aan een relatie, aan een connectie. Wat voor jou heel veel obstakels, problemen, wellicht stress met zich meebrengt. Dit is iemand die in een energie van stress, alert zijn, het niet vertrouwen, maar toch blijven vasthouden hieraan. En ik heb het gevoel dat jullie dus aankomend weekend iets kan naar binnen komen. Het hoeft niet per se aankomend weekend te zijn. Het kan ook wat langer duren natuurlijk. Of het is al gebeurd, maar dat er iets gaat gebeuren onverwachts, waardoor je de situatie kan loslaten. Dus dat is wat ik voor jullie heb. Dankjewel.